Wij zijn Peter en Lieven, we hebben dit boek geschreven, Insecten. Je kunt overal in uw tuin of in een park altijd insecten en beestjes vinden. En we zitten nu aan het water. Het water is een totaal nieuw biotoop. Ja. Met weer heel andere beesten en het loont altijd de moeite om eens een schep natuurwater te nemen. Ik heb gewoon een potteke bij. Maar ik heb een waternetje bij. Voilà. Als entomoloog heb je natuurlijk een waternet. Dat is nog iets anders dan een gewoon vlindernet dan? Ja, hier, die mazen zijn veel fijner. Hè? Dus daar kan je veel, veel gemakkelijker ook kleine beestjes mee vangen. Voilà, we gaan een beetje scheppen en zien wat de vangst is vandaag. Kokerjoffer. Oh, man, wat nice. Als je niet weet wat dat is... Ja, dan gooit je het gewoon weg. Hè? Dit zijn allemaal stokjes aan elkaar gekleefd, want er zit een beestje in. Die eigenlijk dit gebruikt als een huisje, als bescherming. De Trichoptera, dus de kokerjuffers, zijn familie van de vlinders. Het is een aparte groep, maar ze lijken wat op vlindertjes. En de larven zijn bijna allemaal, leven bijna allemaal in het water. Kijk. Ja, hij zal hand erom kruipen. Zeg. Echt zo het kopje eruit, ja. Aan het zoeken. Afhankelijk van de soort gebruiken ze stokjes of blaadjes of steentjes om een kokertje te bouwen, want dat is eigenlijk wat ze doen. Ja. En dat gebruiken ze als bescherming. Hè. En wat worden ze als ze uitkomen? Wel, schietmotten of kokerjuffers. Oh. Dus ze lijken eigenlijk op zo hele, ja, hoe moet je zeggen, hele harige vlinders, heel harige motjes. De dier die je het water vindt, kende vaak minder goed dan die op het land. Dus heel vaak ga je afvragen, wat heb ik nu weer vast? En dan gebruiken we natuurlijk de app. Ah ja, voilà. Opsidentify. Opsidentify is een app waarmee je een foto neemt van een diertje. En die vertelt u met een bepaalde waarschijnlijkheid wat het is. Dus er is hier een waterkever waarvan ik niet weet welke het is. En die eventjes testen. De gegroefde haarwaterroofkever. Moet je terugzetten? Ja, we hebben ons spektakel gehad. Hè? Ja, voilà. Kijk. Stilletjes aan in het water zakken. En dan kunnen die beestjes er zo rustig uit. Voilà. Voilà, zo'n Free Willy momentje.